GVV, laatste in de Jacks League, maar wel al 5 thuiswedstrijden ongeslagen, ontvangt Noordwijk. En Noordwijk krijgt met Bosma de eerste kans, maar dat is geen probleem voor Jan van Willigen. Hoekschop van GVV. Steven Teunissen, vervanger van de geblesseerde aanvoerder Toefik Adnane, wendt, kopt weg. En Teunissen mag hem nog een keer voorbrengen. En dan is daar Oostinje met de pegel. Moeite voor Lars Jansen. Grotenbrecht is net te laat. Het blijft 0-0 op Panhuis. Daar waar GVV afgelopen dinsdag huis hield tegen Spakenburg na 26 minuten. 4-0. Dit is een fout van Potjes. Overname is van Staveren. En daar is Toer Bouwman. En ja, Emiel Wendt moet je niet laten koppen. Die is 2 meter. En die zet Noordwijk op 0-1 na 19 minuten. De fout was van Potjes. De voorzet van Bouwman. En de rake kopbal van Emiel Wendt. Het is een vijfde van het seizoen en het is 1-0 voor Noordwijk. Dat doorgaat. GVV is het een beetje kwijt. Roshanali. Dat had zomaar de 0-2 kunnen zijn. Noordwijk houdt het initiatief in de eerste helft. Opnieuw Bouwman. Van Staveren mag zomaar vrij aanleggen. En Jan van Willigen die staat ook te kijken van jongens, waarom mag dit allemaal? Gelukkig voor GVV hebben ze van Noordwijk het vizier niet helemaal op scherp. Wendt. Houdt in. Potjes houdt ook in. Maar er is niet gevlacht en gefloten. Emiel Wendt gaat door. Wat doet Potjes daar? De aanvoerder van GVV. Bal bij Bosma. Bij De Winter. En dan is het 2-0. Jori Potjes. Die wacht daar op een vlag of fluitsignaal. Maar dat komt niet. En die wordt dan gered door de bel. Scheidsrechter Mike de Bruin hoort van assistent Mohamed Osman dat het buitenspel was. Goal geannuleerd. Het blijft slechts 1-0 voor Noordwijk. En dat is de ruststand. Teunissen namens GVV vindt de Leeuw. Danny de Leeuw. Dit is goed. Kopbal is van Nijmi. Bal van de lijn gehaald. Ashraf Nijmi. En dan is het gelijk. 59e minuut. De nummer 14 van GVV. Ashraf Nijmi scoort bijna nooit. Maar deze is belangrijk. En waarom die hier wel scoort, dat zou hij na de wedstrijd verklaren. Nieuwe schoenen. 1-1 en het sneeuwt op Panhuis. En in de tweede helft is maar één ding duidelijk. GVV wil 3 punten. Jordi Bitter is erdoor. Jordi Bitter scoort, maar er is gefloten voor buitenspel. Doelpunt gaat niet door. Het blijft 1-1. Goeie muts, Giri. De trainer van GVV had het ook koud. Ten Tijen. 2 doelpunten tegen Spakenburg. Hier vandaan ga je niet scoren. Lars Ten Tijen moet dus met een voorzet komen. Of met een actie. Het wordt een voorzet. Prooi voor Lars Jansen. Opnieuw GVV via de Leeuw dit keer. Bal over Spies heen. Ten Tijen met Slijngaard. Michael Epskamp dan. En dat is een hele gevaarlijke poging. GVV jaagt op de 2-1 en is er hier dichtbij. Maar moet ook achterin uitkijken. Zeker met een boom als Rob Overvliet. Hoe kan je die zo vrij laten staan? Overvliet verzuimt Noordwijk naar de zege te koppen. Het was te veel van het goede geweest. Het blijft 1-1 op Panhuis tussen GVV en Noordwijk.